Hallo kijkers en toffe kijkers, voor een nieuwe video. Dit is de derde aflevering van de carrière mode van Ajax. En ik zie al dat Pogba naar Real Madrid is gegaan, dus dat vind ik wel een interessante transfer. Maar wat ik hier van plan ben is om misschien een verdediger te halen. Er zijn een paar leuke verdedigers tussen. Misschien deze kan misschien wel interessant zijn. Dus een goede verdediger die ik misschien kan halen is Ake. Ik weet niet of ze wel weg kan gaan of niet. Maar dan gaan we even verder. Tegen Venlo, die ga ik simuleren. Oeh, 0-3. Dat is mooi. Met goals van Ziyech en Van de Beek twee keer. Ik hoop dat het goed zal aflopen. Tegen Sparta Rotterdam. Een 2-2 met goals van Ziyech en Marin. Wedstrijd tegen Heerenveen gaan we spelen. En zo spelen we dan weer eens in de Johan Cruijff Arena. Ik denk dat dat wel de naam is van dit stadion. En hier sta ik nog eens bij Johan Cruijff Arena. Met de wedstrijd tegen Heerenveen. Ik ben benieuwd hoeveel zij zullen staan in de competitie. Ik heb daar geen idee, want ik heb nog niet gekeken. Maar ik heb al zeker zin in deze wedstrijd. Aha, hier zijn we dan weer. En wij mogen dan eens beginnen met de bal. Huntelaar. Oh, goal. Direct de vroege voorsprong door Klaas-Jan Huntelaar. Ze krijgen corner. Oh nee. Ze hebben wegwerken die bal. Veldman speelt hier op zijn eigen veld. Bedoeltje. Oh nee, ze komen erdoor, ze komen erdoor. Even deze speler zodat hij niet kan voorzetten. Tussen zitten en dat was. We hadden even geluk. Nu kan hij weer gaan voorzetten. En deze keer maak je het af. 2-0. Volgens mij is Werner weer met de goal. Hard gelopen van Ziyech en ook mooi voorgezet. En dan is er nog de afwerking van Werner. Oké, zo gaan we dan rusten met een 2-0 stand. Een mooie voorsprong. Ik denk dat ik even een wissel ga doen. Huntelaar mag er even af. En in zijn plaats kan ik Marin er misschien even inzetten. Maar Van de Beek komt er dan even hoger op. We hebben hier een gele kaart gekregen voor Veldman. En ze krijgen ook nog een strafschop. Hopelijk pakken we deze. Oh, deze hadden we mooi gepakt. Nee, tussen zitten. Wauw. Dit is het einde van deze wedstrijd. Mooi resultaat, 2-0 tegen Heerenveen. En Utrecht staat nu al voor tegen Emmen. Geen commentaar. Wat vond je van hun tweede helft? We hebben deze uitslag verdiend. Het was niet eenvoudig. Oh ja, de Champions League is voor de volgende wedstrijd. Even voor spelers gaan trainen voor ik ga beginnen tegen. Voor ik de video ga afsluiten, want de volgende video is dan tegen Lille. En dat is Champions League, dus dat is dan voor een andere video. Dus bedankt voor het kijken naar de video. Hopelijk vond je deze video leuk. En zo ja, laat het even weten door een blauw duimpje. Dan zie ik je terug bij een volgende video, dus doei doei.